ochtend van Joe. Sven en Anke. Joe, all the way. Het fantastische jaar 1986, dat was een jaar, zeg. Ja? Maar ik was echt wel, ik bedoel, ik was een levende reclame of anti-reclame voor Clerasil. Dat is niet te doen, jongen. Dat is het waar? Ja, echt een puber toen. Hoe oud was je? Wacht, van 74, ik ben van 73. Hè? Dus, 13 jaar. Ik zat op internaat in Gent. En jij was eerste communie, zeker zo? Eerste studiejaar. Ja, 86, september 86. Jongen, van de 87, jongen. Eerste communie. 86 was zo laatste kleuterklas, eerste studiejaar. En Koen Wouters, wat zou dat geweest zijn in 1986? Wat denk je? 43 toen? Nee. Zegt jij maar goedemorgen. Goedemorgen. Dit gesprek is nu al beëindigd. Oh, wat was dat? Goedemorgen. Goedemorgen. 1986, wat was dat voor jou? 86, dan was Clouseau al volop bezig. Maar jongens, echt? Goh. Ja, we zijn in 84 begonnen. Hè. 86, wat was dat? Oh jee, dat was niks speciaals eigenlijk. Dat was wachten tot de doorbraak. Zoiets. We hebben 86 wel gedaan in wat een jaar, denk ik. En ook uw geboortejaar, Sven. 73 hebben we ook gedaan. Ja, maar het is morgen 1986. Of het is nu... Het is 86 dit weekend, toch? Ja, het is morgen 1986. Ja. Dus jij hebt het gedaan. Ja. Met onder andere het voetbal natuurlijk, hè, 86. Ah ja. Juist, natuurlijk. Mexico, ja. Dat was fantastisch, hè. Ja. Ja, even misschien inleiden, want het is echt op een rotzooierige manier ingeleid. Want het begint een nieuw spelprogramma, Wat een jaar, waarin Koen Wouters, Nathalie Meskes en Jonas van Geel elke week terugkeren naar een bepaald jaar. En ik heb er nu al trailertjes van gezien en beelden en zo. Het is echt zo nog eens een keer een goed ouderwets. Vol met de familie naar zaterdagavond, gezellig televisieprogramma. Met de natte haartjes voor tv en een kommetje chips. Dat gevoel heb je wel als je de trailer ziet, Koen. Als dat zou lukken, dan zou wel leuk zijn. Ja. We hebben ons alleszins heel goed geamuseerd, dus ik hoop dat dat ook zo overkomt. En je kunt inbeelden met de Jonas en Nathalie, dat is zo, er gebeurt zo wat, hè. Die smijten zich wel. Ik heb dat dan bij momenten geprobeerd om zo'n beetje binnen de perken te houden als het de spuig gaat uitzien. Maar uiteindelijk resulteert dat in een hele gezellige boel. We hebben natuurlijk allemaal typische kleren aan van in dat specifiek jaar. Pruiken op, dus je komt nog maar op. En eigenlijk heb je dan zoiets van, neemde dat. En vooral, je komt terug op fragmenten en muziekfragmenten en beeldfragmenten. Dat je zegt van, was dat in 86? Was dat toen? Ja. Is dat al zo lang geleden? Of, ik dacht dat dat nog niet zo lang geleden was. Dat lijkt nog maar pas gebeurd. Allee, het is echt wel een toffe, nostalgische trip eigenlijk die gemaakt. En natuurlijk met een spelletje eraan verbonden. Dus het heeft een beetje een structuur. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat spel is eigenlijk meer een excuus om gewoon gezellig terug te blikken naar dat specifiek jaar. Maar en dus, interviewen jullie de gasten alle drie samen dan? Of hoe gaat dat dan? Of doe jij dat alleen? Is dat dan, zitten die op zetels? Ik ben een beetje de gastheer. Ik leid het in de banen. En Jonas en Nathalie zijn eigenlijk een soort van, we moeten dat noemen, kapitein? Team captain, zo gewild. Elke keer. Onze gasten zijn mensen die in dat bewuste jaar. Of ik ga niet zeggen, geboren is nooit gebeurd, maar ze hebben het jaar heel bewust meegemaakt. En ze waren belangrijk in dat jaar op hun eigen manier. Ze hadden een doorbraak in dat jaar, ze hadden een been. Of bijvoorbeeld, morgen is Leo van der Elst de gast. Onvermijdelijk, want in 86 gingen de Rode Duivels dan fantastisch tekeer in Mexico. En Leo scoorde die bewuste penalty. Maar tegen Spanje met de ogen dicht, was dat. En zo gingen we richting halve finale. Hè. Absoluut. Dat is ongelooflijk. Vergeten we nooit. En hij kan dan een verhaal vertellen dat hij plascontrole, dopingcontrole had. En dat hij samen met Maradona in de plas stond te wachten op de controle. Het brengt ons op een leuke manier terug naar toffe verhalen. En toffe fragmenten van vroeger. Ja. Allee, tof. Ja, en voor de Joe-luisteraars is er nog iets extra? Zit er nog eens een speciaal in, hè? Dat is wel tof. Maar dat moeten ze echt proberen te zien. Dus er hangt elke aflevering een sticker van Joe. Ergens. Ergens in het programma. Ergens. In het decor. Ergens. Dus de attente Joe-luisteraar kan
kan daarmee iets winnen. Maar wat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, op onze site kan je, er zijn leuke prijzen winnen. Op onze site moet je gewoon even, van zodra je die sticker ziet, dan moet je naar onze site gaan, joe.be. En daar vind je elk weekend een wedstrijdpagina. Ja. Maar die, uiteraard hangt dingetje. Die elke keer ergens anders. Ons decor verandert ook elke keer. Hè. Ah ja, is dat zo? Wordt totaal anders aangekleed. Ja, ja. Met typische auto's uit dat jaar. En, allee, niet alleen wij veranderen van gebruik. Hè. Alles verandert. Top, top. En Bart Keil is ook de gast. Bij 19... Uiteraard. En Luc Appermont ook. Maar niet morgen, hè. Ja, die waren toen al 20 jaar samen in 1986. Ja, het kan niet anders. Maar La Mama Dora, dat is uit 1986 van Bart Keil. Jij kende dat niet, Anke? Ja, niet. Nee, maar dat is niet erg. Dat is niet sorry. Erg. Maar dat was niet erg. Ik ken pas alle liedjes vanaf dat Tien om te zien op tv kwam. Ja, ik snap het. Maar ja. Ze, La Mama Dora, het ritme van Europa. Ja, dat was een dikke hit, hè. Ja, Mama Dora. We gaan hem draaien. Ja. Op alle zenders. We gaan hem op alle zenders draaien. Op alle drie. Je hebt gelijk. Zelfs op onze 70 zender gaan we hem draaien. La Mama Dora. La Mama Dora van Bart Keil. All the way. Oké. Okay. Veel plezier met het programma, Koen. En fijn dat je aan de lijn was. Dank je wel. Ja. Yo, graag. Dag, Koen. Bye-bye. Show all the way.